Nou, het is 7 uur. Ja. Dus er komt dadelijk een zakenjet en twee Transavia's achter elkaar binnen. Nou, daar, dat willen we graag. Rotterdam De Heek Airport bestaat op 1 oktober 65 jaar. Open Rotterdam kijkt in een driedelige serie naar wat het vliegveld voor Rotterdammers betekent. Het is gewoon een vakantieluchthaven, het is geen zakenluchthaven. Je gaat vaak naar het vliegveld toe? Gemiddeld 2 keer per dag. Ochtends en 's middags, een beetje afhankelijk van wat er komt, wat er verwacht wordt. En in extreme gevallen zelfs 3 keer per dag. Of ik blijf er gewoon. Mijn hobby is luchtvaart in alle facetten, dus modelbouw, fotografie, artikelen erover lezen. En dat is ook een van de redenen waarom we zo dicht bij de luchthaven wonen. Ladies and gentlemen, welcome to Rotterdam Airport. Listen, we put a joy back in flight at Rotterdam Airport. Het aantal passagiers op het Rotterdamse vliegveld is de afgelopen 20 jaar verdubbeld, van 600.000 tot meer dan 2 miljoen. Sommige bewoners uit de omringende wijken ervaren overlast van het vliegveld. Onder de naam BTV, bewoners tegen vliegtuigoverlast, zetten zij zich in om groeiplannen tegen te gaan. Sommige bewoners vinden zelfs dat de luchthaven volledig zou moeten sluiten. Frans Maal is oud-voorzitter van deze vereniging. Het is lange tijd rustig geweest. Heel rustig. En dat was genieten. Dat was echt super genieten. En op dit moment merk je gewoon dat het alweer de nodige irritatie oproept, ondanks het feit dat de luchthaven bij lange na nog niet op het niveau zit van voor de corona. Ja, hier binnen mondkapjes op, ja. Nou, de beginperiode was wel het aantal passagiers wel een stuk minder. Want ja, mensen zijn toch, gaan we wel, waar moeten we rekening mee houden? Dat is wel een dingetje. Maar nu de laatste 2 maanden is het gewoon een gekkenhuis en mensen denken, ja, nu kan het nog. Voordat de restricties weer strenger worden. Dus we gaan nog even. Dus ja, de toestellen zitten nu eigenlijk helemaal vol. Het punt is dus dat de luchthaven voortdurend, ook al hebben ze te horen gekregen van de regio dat er geen draagvlak is voor uitbreiding, dat de luchthaven elke keer weer, en dat is nu al echt 40 jaar lang, probeert om maar meer, meer, meer en meer te krijgen. Oh, dit is er of niet? Ja, als je 1 decibel er in een bepaalde periode van afhaalt, dan heb je nog steeds een tering lawaai als zo'n ding opstijgt. En wat kan je doen als bewoner? Niks. Hij gaat naar zijn landing clearance en als die boom er niet gestaan had, dan had je hem kunnen zien. Hij komt zo meteen links achter die boom langs. Nee, dat is die Transavia die erachter zit. Deze. Een jaar geleden was er een inspraakavond en daar werden mensen uitgenodigd in zo'n wijkgebouw. En daar kon je dus je mening geven over de eventuele uitbreiding van de luchthaven. En ik zat met een groepje van 12. En die voorzitter ging vragen, wat zijn uw problemen met de luchthaven? Wat heeft u erover te vertellen? En toen kwam ik op een gegeven moment aan de beurt. En hij zei, wat is uw probleem met de luchthaven? Ik zei, er zijn veel te weinig vluchten. Nou, toen kreeg ik die 11 man over me heen waar ik mee bezig was. Nou ja, zo sta ik erin. Ja. Ik begrijp best dat het natuurlijk s'nachts, als je wakker schrikt van een landend toestel. Maar over het algemeen zijn dat overheidsvluchten en orgaanvluchten. Het is altijd bijna iets medisch of het is iets van de overheid. Toen je hier kwam wonen, toen was het vliegveld er al. Ja, maar in 1956 werd het vliegveld hier neergelegd. En toen stond dit huis er ook al. De Rotterdamse Raad nam begin jaren 80 een motie rond sluiting van het vliegveld aan. Die plannen zijn alleen nooit uitgevoerd. Sterker nog, sinds 2001 is afgesproken dat het vliegveld de komende tijd nog verzekerd is van een plek in de stad. En daar reageert iedereen anders op. Ik hoor het nog ineens meer. Het is echt. Of je moet echt gaan zitten luisteren. Ja, dan ga je eigen irriteren natuurlijk. Maar nee. Met corona was het wel even lekker dat ze er even niet vlogen. Maar echt last, nee, daar heb ik niet van. Nou ja, goed. Het is een beetje herrie.
ik ben toch doof, dus ik heb er geen last van. Nou, zal ik eerlijk vertellen, ik begrijp het, dat het vliegveld hier moet zijn, maar ik vind het nou een beetje te. Want nu gaan er ook 's morgens weer heel veel vliegtuigen en ook natuurlijk veel vakanties natuurlijk. En zakelijk moet het, maar ik vind het wel een beetje te, ja. In de volgende aflevering bekijken we de toekomst van Rotterdam The Hague Airport. Dus waar je nu nog denkt, ja leuk zo'n vliegveld, kan je ook zeggen van hey, kunnen we daar geen woningen bouwen? Kunnen we daar geen groot park maken?